Zijn we het op een juiste manier aan het doen, meneer Van Bezien, meneer Mertens? Bijvoorbeeld in het Dexia-verhaal, daar zeggen de mensen van wij gaan het weer moeten betalen. Zo is het ook. Hè. Zo gaat het ook effectief gebeuren. In Europa ziet men nu overal dat het beleid dat men voert, dat is asociaal, dat is echt heel ingrijpend en drastisch. Dat verhaal zien wij in Spanje. Het is echt een schande in Griekenland. De eerste bezuinigingsronde van deze regering van 11 miljard euro is ook vooral gehaald bij werkende mensen, twee verdieners, maar ook bij werklozen. En als we dan nu horen dat Dexia opnieuw voor de derde keer rondkomt met de pet voor falende privébankiers en 10 miljard of meer gaat vragen, dan hangt dat als een zwaard van Damocles boven onze politiek. En de hoofddiscussie gaat blijven. Op welke schouders gaat die crisis terechtkomen? Op de verantwoordelijken die de crisis mee hebben veroorzaakt of op de werkende mensen? Dat was ook het uitgangspunt. Dexia moet op een goede manier worden afgehaald. Dat is essentieel. Dat is essentieel dat we nu het probleem op een goede manier oplossen en dat we die waarborgen effectief niet moeten uitoefenen. Meneer Mertens, dan meneer Van Pijl. Wat ik vind in heel het debat is te doen alsof het alleen over Dexia gaat. Dus de crisis in Europa is niet weg. Het bankensysteem in Spanje staat op de rand van de afgrond. Iedereen weet dat er een domino gaat volgen. Moesten de Spaanse banken volgen. Dus wij zitten met een probleem dat niet alleen in Dexia zit. Wij zitten met een heel bankair probleem in Europa. Die banken die krijgen 1.000 miljard euro steun van de Europese Centrale Bank. En die potten dat geld op. Die investeren dat niet. De hypothecaire leningen worden duurder. En de rentes op de spaarboekjes die gaan naar beneden. Zowel bij Belfius als bij BNP Paribas. En dus als wij niet grondig gaan ingrijpen op Europees niveau of op Belgisch niveau om dat bankair systeem echt aan te pakken... Nee. Grondig ingrijpen en de klauwen te halen van die privébeleggers en speculanten, dan gaan wij naar de afgrond met dat bankair systeem. Dat is echt duidelijk. Men moet dit op dit ogenblik doen, omdat juist het alternatief zoveel slechter is. We gaan naar Vlaanderen en of het nu een rechtstreeks verband is of niet, je hebt de bank crisis, dan de economische crisis, moet bespaard worden en dan grijpt men bijvoorbeeld in bij de lijn. Dat is net het absurde van de zaak. Hè. Als ik hoor zeggen dat er geen verband is, natuurlijk is er een verband met de besparingsoperaties die men op alle niveaus gaat doorvoeren. Trouwens ook naar de stad toe in de toekomst. Als we het hebben over de besparingen bij de lijn, dat gaat tegen heel het concept van mobiliteit en van ecologisch vervoer van mensen in dat concept. Dus men bespaart bij de lijn. Wat gebeurt er dan? De nachtbussen worden afgeschaft. Wat moet de lijn dan doen? Die moeten naar de privé, die gaan de koning de nachtbussen laten sponsoren. Dat is een logica om alles naar de markt te drijven. En die logica, ik ben daar een heel groot tegenstander van. Ik ben voor een collectief publiek goederen. Ik ben er tegen dat morgen Marlboro de ziekenhuizen gaat sponsoren, overmorgen Union Match van de Stekskes de brandweer gaat sponsoren. Dat is een taak van de overheid. Ja, wij betalen belastingen. Wij betalen belastingen voor openbare diensten en wij moeten die niet drijven naar de privé. Mensen laten betalen, senioren die het zich gemakkelijk kunnen veroorloven om wat te betalen voor de tram of voor de bus, ja, dat vind ik geen onrechtvaardige besparing. Onrechtvaardig is van mensen te beletten dat mensen een tram of een bus nemen op basis van hun inkomen. Dus van die cadeaumaatregelen van vroeger, die cadeaus wat te verfijnen en ervoor te zorgen dat dat belastinggeld terechtkomt bij de mensen die het meest nodig hebben, dat vind ik goed bestuur. Als je van Wilrijk nu naar de stad moet rijden, dan is in de dienstverlening van de bussen gesnoeid. Er zijn 1000 buslijnen die op de helling staan in Antwerpen. Men zegt dat gaat opgelost worden met de tram, maar op dit moment is er nog niet voor elke verbinding een tramoplossing. En dat betekent dan wel dat mensen die zich geen benzine niet meer of diesel kunnen veroorloven voor een wagen en voor hun transport, dat die getroffen gaan zijn. Iemand die vanuit Wilrijk naar Antwerpen moet komen, is in die dienstverlening op dit moment al getroffen. En dus die besparingen van de lijn, die komen onder druk van dat begrotingstekort. Een begrotingstekort die onder meer is ontstaan omwille van die bankencrisis. En dat vind ik fundamenteel onrechtvaardig. Pleidooi voor die autonome bedrijven. Meneer Mertens, u bent daar een koele minnaar van of een tegenstander van? Een tegenstander, want ik vind dat de stad een aantal sleutels op een aantal zaken uit handen aan het geven is. De stad heeft een aantal prachtige instrumenten, een aantal prachtige zaken, heeft ook op een aantal zaken een goed beleid gevoerd. Maar het komt erop aan om die sleutels in handen te houden. Neem nu het ziekenhuisnetwerk Antwerpen. Hè. Dat is ook verzelfstandigd.
En dan komen daar managers aan het hoofd en die managers die beginnen marktconform te denken. En dat is een ongelooflijke switch. Niet iedereen heeft dat door. Maar in plaats van een sociale voorziening gaan we naar marktconforme prijzen. Als ik dan hoor dat in het begin van dit jaar... Ik ga een concreet voorbeeld geven. De radiologen in de ZNA-ziekenhuizen gedeconventioneerd zijn. Dat betekent dat zij de afspraken met de mutualiteiten opzeggen en dat zij nu voor een rugscan 20% supplement mogen vragen en dat een rugscan in een ZNA-ziekenhuis duurder is dan in een privéziekenhuis. Dus een ziekenhuis wordt duurder door deze manier van werken dan een ander ziekenhuis. Bij de radiologen. En als men dat toelaat bij de radiologen, dan gaan de gevolgen ook zijn voor andere specialisten die dat doen. En dan denk ik, hou toch die autonome bedrijven in stadshanden en maak van die ZNA-ziekenhuizen echt sociale bastions voor toegankelijke geneeskunde. Niet sociale. Het punt is, de marktlogica moet in een aantal zaken van sociale voorzieningen buiten blijven. Wij staan voor een aantal uitdagingen die heel groot zijn. Er komen 100.000 Antwerpenaren bij. De woonmarkt hier is al heel verschraald. En dus hoe gaan wij dat aanpakken? En daar zal een heel groot deel van het antwoord ook in een publieke logica moeten zitten. Er gaat een heel groot deel van het antwoord ook moeten zijn dat er bijkomende sociale... Bijvoorbeeld dat er bijkomende sociale woningen vanuit Vlaanderen, laat mij uitspreken alsjeblieft, komen in Antwerpen. En dan heb je in die sociale woningen de keuze. Ofwel doe je het financier je het of laat je het betalen zoals voor 2008. En dat betekent dat de huurprijsberekeningen voor mensen op basis van kostprijs zijn en objectieve criteria. Ofwel gebeurt het zoals na 2008, dat de huurprijsberekeningen marktconform zijn. En wat gebeurt er dan? De exuberante prijzen van de privé worden dan geprojecteerd op sociale woningen. En dat is niet correct. Alle proffen, urbanisten zijn erover eens. Als je de marktlogica alleen laat spelen om het woningprobleem in Antwerpen op te lossen, dan kan je dat niet aanpakken. Dan ga je een tweedeling krijgen tussen diegenen die dat kunnen betalen en diegenen die dat niet kunnen betalen. We gaan naar de toekomst toe voor die uitdaging van die nieuwe Antwerpenaren die erbij gaan komen. Als er niet wordt ingegrepen, ik denk dat iedereen het erover eens is, dan gaan de prijzen van zowel op privé als sociaal helemaal de pan uitswingen. Dus we moeten een beleid hebben voor de komende 10 jaar om die 100.000 nieuwe Antwerpenaren ook te huisvesten op een degelijke manier. Goed. Ik denk, als je dan kijkt bijvoorbeeld naar de Scandinavische landen, want u wou een buitenlands voorbeeld, daar is een derde van de huurmarkt zijn sociale woningen. Dat is niet 9% zoals in Vlaanderen gewenst wordt en 11% zoals in Antwerpen gebeurt. Ja. Daar is een derde van die huurmarkt. Dus er gebeurt er wel inspanning, zowel van de markt als van de overheid. Dat is natuurlijk cruciaal dat je een toekomstvisie moet hebben in een stad om mensen te leren samenleven, om collectief wonen in sociale appartementen echt te ondersteunen en te ontwikkelen. Want het alternatief dat daarvoor bestaat, dat is die privémarkt die niet betaalbaar is.